FC Leeuwenborg mag blijven voetballen op hun eigen sportcomplex. FC Leeuwenborg moest uitwijken naar sportcentrum Kardingen omdat er op hun velden een VMBO-school komt. Maar bij Kardingen is geen plaats voor de Leeuwenborgers. Het stadsbestuur heeft daarom besloten dat de voetbalclub niet langer weg hoeft. Maar ze moeten wel een deel van hun complex afstaan. Wij hebben besloten dat we een compact sportpark op de locatie van FC Leeuwenborg willen behouden. Dat betekent dat wij kiezen om twee kunstgrasvelden in het sportpark Leeuwenborg aan te leggen. Ten behoeve van Leeuwenborg, ten behoeve van sport op de scholen die daar ook straks zullen komen. De kunstgrasvelden kunnen intensiever worden gebruikt en daarom kan de club volgens de gemeente terug van 3 naar 2 velden. De gemeente wil tevens zoveel mogelijk faciliteiten dubbel benutten. FC Leeuwenborg zal daarom ook de kleedkamers en de sportkantine met de nieuwe school gaan delen. Dit is volgens de gemeente de beste oplossing, omdat FC Leeuwenborg met geen mogelijkheid op Sportpark Kardingen ingepast kon worden. Inmiddels is gebleken dat het aantal voetbalverenigingen in Leeuwenborg, zowel op Kardingen, enorm is gegroeid. En daarom hebben wij gezegd, nou, we moeten ons besluit herzien en kijken of we een andere oplossing kunnen realiseren. Die te combineren is natuurlijk met de voornemens voor de scholenbouw die ook in dat gebied nog steeds van kracht zijn. Dus u komt eigenlijk ook tegemoet aan de bezwaren die FC Leeuwenborg had? Wij hebben een afweging gemaakt en gezocht naar de beste oplossing voor zowel FC Leeuwenborg, maar ook de gebruikers van Sportpark Kardingen. En we hopen daarmee ook de omwonenden in het gebied wat tegemoet te komen.